doen alsof er een ton op het spel staat. 100.000 euro. Hé, hey, kom, wat is het? Praat met respect. Praat met respect. Wat is het? Deze gaat mee naar base. Oké! Okay. We gaan hem sturen naar intensive care. Welkom bij de Laatkomers 5 Club. Oké, dat is onze eerste vechten. Oké. Oké, wie is dat dan? Hey, wie is dat dan? Kijk daar een beest. Ik zie het puur voor. Dat is ding. Ik doe die vrachtwagen links. Ik denk dat ik voor die ding ga, man. Voor Isaac. Ja? Dat is mijn hoop. Ik wil alles behalve Bledsko. Bledsko heeft moeder, man. Ik denk zomaar Bledsko. Hij heeft ook langere armen. Reach. En reach, ook belangrijk. Hey, Bledsko, als je jabs hebt. Geen emoties. Oké, dit roep ik! Geen emoties! Ik roep je! Als hij bij mij zit, ik weet we kunnen wat doen. Ik denk dat we doorgaan naar de, noem je het? Loting, hè? Naar de loting. Ben ready. Let's go, 23 jaar, 1,87 meter, 78 kilo. Zwarte Loonwerker hier, 22 jaar, 1,74 meter en 68 kilo. Jan Vaxien, 20 jaar oud, 1,80 meter en 56 kilo. Isaac, 23 jaar, 1,78 meter, 72 kilo. We gaan nu loten. Dit is het bakje van de laatkomers en dit is het bakje van de vechters. Laten we kijken wie als eerst is. Ilias? Ilias? Samen met... Kalian. Ja! Ja! Ilias, wat vond je van de loting? Wat van de loting vond? Fantastisch. Dit is precies waar ik op had gehoopt. En ik heb het ook gekregen. Dit is gewoon easy win voor ons. Wat vind je van je trainer? Ik vind wel een leuk guy, man. Shout out naar jullie. We gaan door naar de volgende laatkomer met zijn match. We hebben Charbon samen met... Bledsko! Er is geen chemistry, geen teamfeest. Ja, ik ben teleurgesteld. Ja, maar genoeg geen Kelian getrokken, maar we moeten het doen met een Bledsko. Nou ja, weet je, ik heb geen verstand van vechten, maar mijn trainer ook niet, dus maakt niet uit. We gaan door naar de volgende. We hebben John. Samen met Isaac. Hey, dit is Afrika power, hè? Afrika power, yes, Congo. De belt, let's go. Ik ben tevreden. Die belt is al bij mij, we zijn op snelheid. Met Isaac, veel snelheid, man. Ga niet veel praten, we zien het wel. Goeie trainer, man. Nou ja, we gaan het doen. En natuurlijk hebben we dan ook de laatste en ik denk dat het wel overduidelijk is wie dat is. Het is namelijk Chatmo samen met Zwarte Loonwerker. Ik ben met de lompste guy van de dag. Bro, kan je alsjeblieft laten zien hoe jij bokst? Hey, man, ik ben niet net jou. Ik ben niet tevreden met de loting. Ik heb namelijk het gevoel dat er fraude is gepleegd. En ik ben met een guy die niet kan boksen, dus het wordt nog een lastige taak. Wat ik van mijn trainer vind, ik vind het top. Hij heeft heel veel ervaring, dus ik hoop dat ik veel van hem kan leren. We gaan nu kijken wie tegen elkaar gaat vechten. In de eerste halve finale hebben we Bledsko. En in de tweede halve finale hebben we Isaac. Vervolgens hebben we in de eerste halve finale, dus wie tegen Bledsko gaat vechten, Zwarte Loonwerker. Nee! Hey, niks aan de hand. En in de tweede halve finale hebben we dan uiteindelijk Kilian die tegen Isaac gaat. Winnaars van beide halve finales komen uiteindelijk in de finale en die gaan strijden voor de belt. Kijk hier toch, soms moet je gewoon, soms moet je gewoon anders spelen. Broski. Jij denkt ik ga net vallen voor een bankoe. Bro, knockout. Nee. Met chain ook? Nee. Bro. Je gaat je Jesus piece weggeven voor dit? Nou. Je kan diezelfde geld ook betalen voor zijn ziekenhuisrekening, hè? Ziekenhuis? Waar je slopen! Let op, waar winnen ook! Let op! Oh, hell no, man. What the fuck, man? Broeder, we hebben zometeen een belangrijke taak. Wat gaan we doen? Binnen. Hey, deze man doet rustig. Binnen! Links-rechts. Juist. En we gaan links-rechts combo. Nee, ik zei links-rechts. Juist! Links, rechts, Als ik jou zo meteen sla, hoe dek je? Zo. Nee, niet zo. Oh. Zo. Armen zo houden, juist. Oké. Nee, wat? Nee. Ai. Hoek. Bro, welke? Jij moet jezelf weten. Luister, je moet zo meteen woede hebben. Passie. Jij moet winnen. Je moet doen alsof er een ton op het spel staat. 100.000 euro. Ben je bang voor hem? Een beetje. Nee! Bro, niet bang zijn. Daar staat. Lichtvoetig. Af en toe kan je een stap naar achter zetten. Ja. Maar jij moet de overhand hebben. Jij moet vaak die stap juist naar voren zetten en druk zetten. Je moet hem in een hoek krijgen. Zie je die Chatmo? Vroeger, toen ik 11 was, heb ik tegen hem gevochten. Licht veergewicht. Ja. En toen ik nog geen vecht, ik had een nokkie geslagen. Ja. 20 vecht, nokkie geslagen. 30 vecht, nokkie geslagen. Eindstand, kwam ik tegen zijn broer, nokkie geslagen. Zijn andere broer, nokkie geslagen. En af en toe dekken, rust, stap achteruit en dan weer naar voren, druk zetten. Snap je? Ja. Luister, bij hem, hij is toch eens een Mongool. Hij weet niet wat hij doet. Skinny, dom, ezel. Zijn vechter is eens boer. Hij is ook eens een ezel. Hij kan ook niet vechten. Hij staat dan gewoon rond te zwaaien met een handdoek om zijn bij zijn rug. Hem gaan we gewoon nokkie slaan. Hé, hey, kom, kom, wat is er? Praat met respect, bro. Praat met respect. Wat is er? Praat met respect. Zeker. Praat. Hey! Gaat het? Respect. 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 Je ziet, dit is mijn goorste. Ik heb geen gezegd. Ik heb 5 keer knock-out geslagen en nog steeds wil hij naar mij toe komen. Wat we gaan doen, simpel, rustig, knock-outje. Ga je? Simpel. We zitten hier met de trainers en de vechters die gaan strijden om deze belt. We hebben ook wat pers uitgenodigd om te komen om vragen te stellen. Nou, we zitten hier met Mo en met Eman. Ade. Een vraag. Ja, ik heb een vraag voor Chatmo. Hoe denk jij dat de wedstrijd gaat verlopen? Kijk, ik wil niet al te stoer doen, maar ik denk wel dat we in de tweede ronde wel een KO'tje kunnen verwachten, toch? Ja, dat denk ik ook. Zelfverzekerdheid is op nummer 1 bij ons. Phoenix? Ik heb een vraag voor Bledsko. De vraag is, ja, hoe is de chemistry tussen jou en je trainer? Nou ja, jullie kennen de geschiedenis van mijn trainer. Hij is 2 keer heavyweight champion geweest in Marokko, tussen de geiten. Hij heeft veel overgedragen van zijn talent aan mij, maar hij kan het niet. Hij kan niet uitleggen, hij kan niet eens Nederlands. Je moet niet veel praten, ik ben de beste heavyweight die ooit heeft bestaan. Jij gaat niet van mij winnen, vriend. Jij gaat niet van mij spelen winnen. Onthoud dat! Okay. 538. De heer Chatmo. Je hebt nog nooit gewonnen op een knockout met je speler. Hoe zie je dat nu voor je? Nou ja, weet je wat het is? Wij hebben de afgelopen tijd super erg getraind op knockouts. Ik denk dat dat één belangrijk aspect is binnen de vechtwereld. Ja, je kan het wel zelf zeggen. Wat vind je van de training op KO? Ja, super fijn, super goed. Op een vertrouwde plek, dus dat doet goed. En dan gaan we naar het NOS. Ik heb nog een vraagje voor de heer Charbon. Ik heb net gehoord van Chatmo dat hij jou in de tweede ronde neer gaat halen. Wat is jouw reactie daarop? Mijn reactie daarop is: cap is cap. Dat is ook een hoedje. Chatmo is een kleine boontje met zijn speler. Hij denkt hij kan vechten. Zijn gym heeft nog nooit een championship binnengehaald. Nog nooit in hun leven hebben ze een championship binnengehaald en dan wil je praten over ons. Wij pissen op jullie. Wat is er? Je moet aan mij zitten. Je moet aan mij zitten. Je bent niet rustig. Ik ben kalm. Ik ben altijd kalm. Ik ben nooit boos. Je moet even geluk hebben dat ik mijn vechten niet op je heb afgestuurd. Je moet geluk hebben dat ik een... Nee, geef die microfoon. Hou, even rustig. Ik ga hem overgeven aan je. Kijk me aan. Wat zei je net? Ik zei je moet even oppassen. Ja, je moet oppassen dat ik een heavyweight champion ben en dat ik jullie allebei ga slopen. Deze gaat mee naar Weesp. Of niet, of niet. Ik woon... Ja! We gaan naar de stairdown. Kijk omhoog, bro, wat is met jou? Kijk omhoog. Ja, oogcontact houden. Niet lachen, boos. Ja, ja. Duwen. Nee, niet duwen, niet duwen. Nooit. Bitch. Laat hem in de ring zien, snap ik? Kom, wegwezen. Goeie gym. In de blue corner, Zwarte Loonwerker, a.k.a. de Boer. En dat is hij, with zomers. Ladies and gentlemen, in the red corner, Bledsko, a.k.a. Chuckler. Wil je die ton verdienen of wil je die ton niet verdienen? Deze man gaat me schande. Hé, kom op, maar je kan het! De regels zijn als volgt. De jongens vechten 2 rondes van 1 minuut. Mocht er geen duidelijke winnaar zijn, komt er een extra ronde bij om de winnaar te bepalen. De vechters mogen niet hoeken en uithalen naar het hoofd. Alleen jabben, wegens veiligheidsredenen. Winnaars worden bepaald door de jury. De winnaar gaat vechten in de finale voor de belt. Jongens, wat betekent het politie? Wat betekent het politie? Nee, dat betekent niks. Ik moet hem een beetje koud maken, een beetje wat water in zijn gezicht. Hij weet niks! Doe die Mongolen, doe niks! Hij moet bijna deze handel afmaken, afmaken. Niet wachten. Niet wachten, gewoon kapot maken, man. Wat er achterin? Is dat? Niks. Wat er achterin? Focus. Focus. Zeg, zeg. Jij slaat niet hard. Jij doet gewoon dit. Bro, kracht, woede. Ja? Kom op. Zie je niet, hij doet jouw pijn. Coach uit het veld, coach uit het veld. En fight! Sorry. Nou ja, maar jij... Lekker vochtig, man. Sterk. Coach. Ja toch, rustig aan. Ik ga Jus omhoog geven. Ja toch, schot hebben. Ja toch, schot hebben. Hey, succes nog, hè? Ja. Kelian, jij hebt ons tegenstander gezien. Isaac, wat denk je? Easy. Laat even die kracht zien. Nog een keer. Oké, nog een keer. Oké, de kracht zit erin, dus duidelijk. Dekking hoog. Dus ik ga even vragen doen. Links en rechts. Links en rechts, gewoon simpel, hè? Hij komt. Oké, luister, tactieken. Ga lekker simpel houden. Isaac is een snelle jongen, atletisch. Wat wij gaan doen dus is zijn atleticisme gaan we proberen kapot te maken. Waardoor? Zijn buik te mishandelen. Je hebt kracht, weet je toch? Die man gaat rondjes rennen in die ding. Stuur me. Stel zelf. Maar een boek van. Mond dicht, niemand heeft jou wat gevraagd. Luister. Hé, met je neus. Mond uit. Oké, ben je ready? Nog een keer, kom maar. Links rechts. Links rechts. Links rechts. Links rechts. Links rechts. Dekking hoog. Oké. Hé, wat is dit? Druk hem naar een hoek. Dat is wat we gaan doen. Druk hem naar een hoek. En dan doen we. En één keer. Boom. Eentje is back. Wat denk je, broer? Het is festival, het semi-festival. Zo, mond dicht. Die maakt dansen en zo. Zie, duidelijk. Links rechts, rechterhoek. Oké. Links rechts, rechterhoek. Oké dan. Hé, de mannen zijn hier ready. We gaan door. Kom. Schijn hem en dan geef je hem die rechter. Oké, kom maar weer links rechts. Oké, je had de ding. Is het trainingskamp of wat? Hé, we zijn net terug van Congo, de temperatuur is anders. Ik moet anders werken, anders bewegen. Geef me nog hoek. Andere hoek. Hey, niet slapen. We zitten hier met de volgende vechters. We zitten hier met Ilias, Kelian en met John, Isaac. De persconferentie wordt ook in het Engels gevoerd in sommige parts, omdat er zijn ook Engelsen aanwezig. De eerste, RTVV's. Ja, ik heb een vraag voor Kleine John. Isaac is de afgelopen 5 partijen 5 keer in de eerste ronde KO geslagen. Hoe gaan jullie het dit keer doen? Ik zou niet weten van waar je dat hebt. We hebben nog nooit een gevecht verloren. Misschien heb je dat van zijn broertje, die heet ook Isaac. We hebben nog nooit verloren, dus ik snap niet van waar het nieuws komt. Luister, je moet niet nu leugens aan verspreiden. Hij is van de laatste 5 keer KO gegaan. Die kin van hem werkt niet meer. Die kin van hem is helemaal gebrokkeld. Weet je toch? Kijk. Laat die spieren zien van je. Bro, dit is een vrachtwagen. Dit is man. Ken je man? Die vrachtwagen gaat dwars door jouw kaak heen. Ja, ik vind het leuk dat jullie houden van nepnieuws. Dit is MTV of zo. Je komt er met de artiest. Dit is gewoon, we komen vechten. Hè? Je komt, kijk die bril. Wat is dit? Het is een superster. Mannen komen met artiest. Wij komen met echte vechters. We zijn net terug van Congo. We hadden een trainingskamp. En we hebben nog nooit verloren. Dus ik weet niet van waar het nieuws komt. Kijk, jullie kunnen mij wel een artiest noemen. Maar ik ga dansen dadelijk. Ik ga om hem heen dansen, moonwalken, spinnen, 360. En jouw artiest gaat dadelijk de necklace gooien wanneer ik hem nokkie sla. Yes, Botola Boxing Casablanca. Yes, I have a question for Camp Ilias. I see that your fighter is undefeated, but do you think he is gonna lose against Isaac Mbongo, the Congolese warrior? A good question. I am very confident that we will get this win. If you see the records speak for itself. I have no hesitation, no nothing. My fighter is confident. I see him, his lips trail trailing. He's afraid. We are confident. We're gonna win this. I think first round KO, but second round KO will take that as well. Thank you. Dan gaan we naar de volgende journalist, Somalia News. Ik heb een vraag voor John. Nadat uw kickbokser veel gevecht heeft gedaan, wat zijn belangrijke aspecten waar u zich als trainer op heeft gericht om ervoor te zorgen dat, dat ze zowel fysiek als mentaal in topconditie... Ja, natuurlijk. We hebben veel getraind op snelheid en het zit ook in de mind. We hebben ook veel rust genomen, lekkere vakantie gehad, maar we hebben ook heel hard getraind. De rust is belangrijk. Je hebt veel nodig om hier te zijn. Jullie komen net van amateur. Ik hoop dat jullie ready zijn, man. Want je weet toch, dat je kan winnen bij amateur is leuk, maar dit is echt vechten. Je kan wel zeggen dat ik net uit amateurs kom, maar jullie zeiden ook dat jullie vast. Dus twee dingen daarop. Hij gaat sowieso trek hebben in deze en deze. En ten tweede, je zegt dat ik net uit amateurs kom. Ik ga jouw jongens terugsturen naar amateur. Nee, weet je wel, laat maar. Ik moet even naar de camera kijken voor deze. Ik ga hem niet terugsturen naar amateur. Ik ga hem sturen naar intensive care. Wat heb je daarop te zeggen, Isaac? Ja, het enige wat ik daarop te zeggen heb, ik ga niet veel praten. We hebben met 60 graden elke dag in Congo half jaar lang getraind. Aha! We kunnen alles aan, man. We zijn ready. Dit is Team Afrika. En die man denkt hij is in Club Blue. Nogmaals. We zijn hier aan het echt vechten. Doe je bril gewoon af. We zijn serieus. Luister. Wij zijn van Kassem Gym. De beste gym van Nederland. Wij hebben 13 champions. Jullie hebben ook 0 champions. Isaac is 5 keer op zijn bek gegaan. Dit wordt de 6e keer. Ik ga niet meer zeggen, jongen. We gaan nu naar de stairdown. We gaan eraan. We gaan niks kunnen. Bah! Oh, dit is schrik. Oh, jongen. And in the blue corner, with his very handsome coach, Kilian the Professor! We zijn ready, we gaan gelijk hoor, kom! And in the red corner, with his short coach, Isaac Mbongo in the jungle! Hey, Congo warrior, are you ready? Are you ready? Congo warrior! Congo warrior! We doing this for Africa! We zijn ready, ik ben confident. Ik heb hier Terminator, nogmaals, je hebt wat ik zeg. Druk hem naar die hoek toe, mishandel zijn maag. Ik wil power shots zien, weet toch? Go, go! Generale dansjes, als je dans weet je dat je disqualificeert, begrepen? Ah, Usher, doe normaal man! Hey. Zijn jullie ready? Zijn jullie ready? Kom! Oké, jongens, corner, kom! Ready, fight! Go! Mag niet! Zwaaien! Rechts! Hoek! Kom aan! Ja! Gebruik een beetje jouw kracht, duw een beetje met je rug naar de hoek, toch? En dan breng hem gewoon heel die buik in, achter elkaar. Spam gewoon, de hele buik, je mag niet kapot. En beweeg, werk! Ja, die is zijde! Ladies and gentlemen, it seems we have a draw, so it will be another round. Ilias paniek! Ilias in paniek! En fight! Oké, nu dan weer! Ja! Je mag vasthouden, hè? Kleine John. The winner comes out of the red corner! Hey, kom! Shout out naar mijn team! Kom maar naar team! Shout out naar iedereen team! Shout out naar iedereen! Hey, doe hey! Shout out naar iedereen! Publiek, iedereen! Geef iedereen aan! Zijn. Iedereen weet hij heeft gewonnen, maar om het leuk te houden in de finale hebben ze een andere winnaar gekozen. Kijk, ik ben zo trots op Kelian. Kelian is een G. Je weet toch, mensen in de comments, doe even WD Kelian. En voor de rest mensen, ja, het mocht niet zo zijn vandaag. Ik kom volgende keer dan, hè? Ja, goed. Wow, voordat jullie gaan vechten. Wow. Jullie allemaal thuis. Jij moet nog abonneren. En liken. Of wil je vechten met ons? Hè? Laat weten in de comments wie je denkt dat gaat winnen. Zet het belletje aan. We willen 10, 100 aan. En reageer Team Charbon. Zie. We zijn aangekomen bij de finale. In de blauwe hoek zien jullie Isaac en in de rode hoek zien jullie Bledsko. Maak je klaar voor de finale van de wereldtitel. Bledsko! Beetje uit. Dit is water. Je bent goed bezig. Goed. Simpel. Je hebt geluisterd. Ja, maar dit is... Dan is het van jou. Opeten. Ik weet, maar omdat mijn hand niet vlak aan mijn hoofd. Nog meer. Laatste ronde. Afmaken. Alles geeft je. Fight! Rechts. Ja! Kan niet staan, broer. Als jij deze afscheid hebt, kan je niet. Laatste ronde. Let's go. Wil je de ronde niet opgeven? Kan niet staan, broer. Hoezo kan niet staan? Probeer je enkel beetje los te maken. Loop het uit. Weg is dat veld. We gaan zijn hand geven, kom. Wat heb je? Hij is enkel. Kan niet staan, Jussi. Iedereen die mij gesupport heeft vanaf dag 1. Dankjewel dat jullie mij hebben gesteund. Moeilijke tijden waar we geen eten hadden en zo. Heb ik doorgetraind. Dankjewel. Dat is niet Gods wil. Speciale dank naar mijn trainer hier zo. Ik heb je gezegd, wij zijn op 100. Dames en heren, door middel van technische knockout, de wereldkampioen Isaac Mbongo! Oké, wacht voor de champion. Isaac, hoe wordt het gaan? Ja, het was zwaar. We moesten twee partijen gelijk achter elkaar vechten, maar we hebben het gedaan. En zo naar Kassem Gym en zijn team die mij heeft geholpen. We waren daar zonder eten. Congo! Ja man. Trainer, wil je nog wat zeggen? Ja, ik ben hartstikke trots op mijn spelen. We hebben hard gevochten. Trainingskampen in Congo waren niet voor niets geweest. Al die praatjes zijn ook niet voor niets geweest. We hebben het waargemaakt. Dit is voor iedereen thuis. Ik wil ook nog praten met de andere finalist. Bledsko, je weet toch, het gevecht was niet normaal. Het ging even op. En er gebeurde wat op het einde. Wat gebeurde er? Ik loop terug naar de ring en ik maak een klap dubbel. Maar zoals iedereen zei, het gevecht ging gelijk op. Isaac heeft gestreden ook in zijn eerste gevecht. Zo shout-out naar hem. Dat is leuk man. Ga nog een keer doen. Hey mensen, het applaus voor Bledsko. Zo, rustig. Oké, applaus voor Bledsko. Nee, man. Ik zag altijd een gesprek, weet je wat het gewoon voor trainer, wil je nog wat zeggen? Ja, dus ik weet, er is veel corruptie in deze gym hier ook. Kassem Gym doet veel zigzags. Maar dat maakt niet uit, je weet toch, er is goede pot gevochten. Isaac, weet je toch, ik ben trots op jou. Ik ken hem van vroeger toen je bij mij in de gym kwam. Goede vechter, toen heeft John jou weggekaapt. Maar nee, ik ben blij. En ik wil zeker nog een rematch, man. Dit is niet de reden om te winnen, hè John? Oké. Hey, Chatmo, wil je erbij komen? Kleine John wil je erbij komen. Ena wil je erbij komen. Vechters wil je erbij komen. Waarschijnlijk. Dikke shout naar Kassem Gym. Kassem Gym dat dit mogen doen. Weet je toch, ik vond het enorm leuk. Ik wil ook de vechters bedanken. Zwarte Loonwerker. Weet je toch, ik had niets verwacht van jou. Je bent vechter Kayla, je bent de Terminator. Isaac, strijden. Bledsko, strijden. Zo shout naar jullie. En voor de mensen thuis, als je nog niet geabonneerd zijn, ben ik echt zwaar teleurgesteld. We hebben nu voor jullie een wereldvideo, een super video klaargelegd. Als jullie ons één keer nog eens willen doen, like de video, laat een comment achter, een belletje aan en abonneer. Want er komt een deel 2. Er komt meer! Hij gaat volgende keer zijn titel moeten verdedigen. Ik zeg niks meer mensen, abonneer als je het wil zien. Adios.